Dit is Fleur. Al sinds haar vijfde reist Fleur de wereld over. Met één doel. Zoveel mogelijk dansen. Want dat is wat Fleur wil en kan. Via social media bereikt Fleur de hele wereld en wordt zij op alle grote internationale events uitgenodigd. En dus is Fleur altijd on the move. Afscheid van Snoop Dogg, omdat ik hem voor 3 dagen niet meer ga zien. Oké, nu ga ik echt opschieten. Fleur is onderweg naar Parijs, waar zij mee gaat doen aan een hele serieuze danswedstrijd. Het is een hele grote battle. Echt de beste dansers van de wereld komen er naartoe. Oh, Boris belt me. Hey Boris! Kijk, dit is mijn grote broer Boris. Met hem ga ik dadelijk dansen. Hé, Boris! Ain't on the floor, pretty boy, here I come. Pumps in the bump, make you wanna hurt something. Ja, nou, ik kom er zo aan. Hé, Fleur, jij hebt een dikke voorhoofd. Moet jij zeggen. Jij doet een mutsje aan om jouw voorhoofd te bedekken. Kijk zijn hoofd. Nou, allee op, Boris. Au revoir. Harry, the city of love. Nu staan we wel een beetje in de file vast. Wat gaan we vanavond eten? Ik vind dat we een Frans gerecht moeten eten. Zo'n worst met cirkel. Oh nee, wat eten ze in Frankrijk? Brug met kaas. Le succès vient de faire sonner mon téléphone. Zonder mijn moeder zou ik niet overnatuurlijk toe kunnen reizen. Want je weet best wel vaak niet waar je terecht gaat komen. Dus ik ben heel erg dankbaar dat mijn moeder me overal naartoe brengt. En meegaat met me. Dus daar ben ik heel erg dankbaar voor. Ja! Het is fijn dat we eindelijk weer zijn aangekomen. Want ik begon al een beetje pijn aan mijn benen te krijgen. Met dansen word ik heel veel uitgenodigd, waardoor ik eigenlijk over de hele wereld reis voor dansen. Dus dan kan het soms wel echt heel erg vermoeiend zijn. Maar uiteindelijk is het altijd super vet, want ja, het zijn allemaal andere culturen, andere mensen en het is super leuk. Fleur doet niets liever dan dansen. En die liefde begon al toen ze net 5 jaar was en haar ouders smeekten of ze mocht dansen in plaats van hockey spelen. Toen ben ik naar een dansschool gegaan toen ik 5 jaar was. En vandaar is het eigenlijk allemaal begonnen, mijn liefde voor het dansen. Al snel volgen verschillende optredens en met succes. De een na de andere prijs wordt binnengesleept. En Fleur creëert steeds meer haar eigen stijl. Toen dacht ik, ik wil ook in die underground en in die battles met al die coole dansers die allemaal van over de hele wereld komen. En dat vond ik heel erg vet. Dus toen ben ik leren freestylen in plaats van iemand anders moves na te doen. Make some noise for Fleur! Toen ik begon, dan zie je via Instagram al die oren, is hier een battle, is hier een battle. En dan ga ik daar naartoe en dan word je eigenlijk steeds gezien door mensen. En als ze je dan heel erg goed vinden, dan nodigen ze jou uit naar hun eigen battle. En zo gaat het eigenlijk door als net domino steentje. En zo rolt Fleur de danswereld in. De uitnodigingen stromen vanuit alle hoeken van de wereld binnen. Fleur is een hit. Tu connais c'est Billy, c'est sud-est de Paname. Je maîtrise trop, j'ai des peu frappes malades. Chacun je fais le boulot, pour ça que je fais le malin. Fleur is in Parijs onderweg naar Boris. Want morgen is er een belangrijke dance battle waar ze samen aan meedoen. En we gaan dadelijk even dansen op straat en jammen, showtje maken. En oefenen voor morgen natuurlijk. Alles goed met jou? Ja, met jou. Ja, heel goed, heel goed. Dit is mijn grote broer Boris. Boris is dus een super grote influencer in Frankrijk. Met hem kun je letterlijk niet op de straten lopen zonder dat hij herkend wordt. Yo, what's up people? It's your boy Boris Becker.
Ik ken hem al super lang. Sinds ik klein ben heb ik hem een keer op een event gezien. En toen zijn we begonnen om samen Insta-video's te maken die allemaal viraal gingen. Toen hij is gewoon my little brother from another mother. Position of flow, I hit them and go, I get in control, I'm digging in low. Watch me explode, watch me expose, I'm beast mode, technician. Ik dans eigenlijk altijd op straat, want hiphop is gewoon street dance, dat doe je op de straten. En als je aan het dansen bent, dan komen gewoon soms random mensen die je niet kent, komen opeens joyen en ook meedansen. Dus dat is super leuk en eigenlijk iedereen doet het in Parijs, iedereen danst hier op de straten. Ik ben een beetje moe, maar ik moet nog oefenen. We moeten routines nu gaan maken. Heel erg nodig. Ja, en dat is zeker nodig. Want een dance battle is serious business. Bij een battle heb je altijd een MC die iedereen aankondigt. Je hebt een DJ die de muziek draait. Van de battles is dat je tegenover elkaar staat. En dan komt er muziek op die je niet kent. Ja, dan moet je proberen om zo goed mogelijk op de muziek te dansen. Je beste technieken en beste foundation en ja, persoonlijkheid te laten zien. Het allerbelangrijkste is dan wie dichtst bij de muziek zit. En dat maakt ook alle mensen aan het schreeuwen dan als je een zieke beatkill of zo gaat maken. Ik vind het wel leuk om een beetje te battelen en je weet wel uit te dagen en zo. En gewoon te laten zien wat ik kan. Ja, als muziek aanstaat kan ik eigenlijk gewoon nooit stilstaan. Dan moet mijn lichaam gewoon bewegen. Je gaat gewoon eigenlijk helemaal los en je uit je gevoelens op die muziek. En daarna kiest de jury de ene kant of de andere kant en dan is er maar één winnaar. Het is echt... een battle. Echt een battle. Bij elke battle op je best improviseren dus. Maar nu Fleur en Boris samen mee gaan doen aan een battle, is samenwerken en moves op elkaar afstemmen een must. Oh, ja, 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 ja. We zijn nu routines aan het bedenken. Routines zijn choreo's die je dan in de battle gaat gooien. Dat is een beetje moeilijk, maar we proberen. Ja, we moeten nog bedenken. En boom, shoop, draaien. Boom, cha cha boom. Voor mijn eerste keer ga ik een big competitie maken. Nee, meedoen met Fleur. Sorry, mijn Nederlands is niet zo goed. Het probleem is dat we hadden niet zoveel tijd omdat we waren veel werken ook. En het is like. Oh my god. Cha cha boom. Ja, ja, ja. Ja, ik heb veel vertrouwen in Boris, hè? Nee, deze is een beetje zenuwachtig. Helemaal niet. We kunnen juist goed werken onder tijdsdruk. Toch? Jij moet gewoon enjoyen. Enjoy. Morgen gaan we battelen. We zijn helemaal ready voor. Boom. Bye bye. Bye. Ja, ik heb heel lekker geslapen in het grote bed. En ik heb ook heel veel zin in vandaag, want vandaag is het de battledag. Ga ik weer al mijn vrienden en dansers zien uit Parijs. En daar heb ik heel veel zin in. Dit is zeg maar mijn doerak. En dat doe ik, want anders als ik slaap, dan ben ik best wel een wilde slaper. Want dan beweeg ik altijd helemaal. Al vooral als ik een battle heb de volgende dag, want dan ben ik me aan het voorbereiden in mijn hoofd. En ik weet niet wat er gebeurt, maar dan gewoon in mijn dromen ben ik al de battle aan het dansen. En ja, dan wordt mijn haar zo heel smoezelig en pluizig. En dan gaan er allemaal van die haren uitsteken. Dus dan moet ik zo'n muts aandoen, zodat het de volgende dag er nog goed uitziet. En niet zo, ja, heel... lelijk en smoezelig, dan ziet het er nog perfect uit. Kijk maar. Toef. Tadaa! Helemaal strak.
helemaal klaar voor vandaag. Ik ben even mijn schoenen aan het aantrekken. Alleen deze sok is niet zo lekker, dus ik ga even andere sokken aantrekken. Ja, ik ben een beetje kieskeurig met mijn sok als die naad zo irritant zit. Dan krijg ik altijd pijn aan mijn voeten als ik aan het dansen ben. Andere sok is die beter. Vandaag is nog niet de world final. Vandaag is het eerst pre-selection en daarna nog 2 battles. En als je al die 2 battles wint, dan mag je door naar de volgende dag. Ik heb nu nog niet heel erg veel spanning. Het gaat wel. Vooral veel zin in om te dansen. Hoewel het altijd spannend blijft om mee te doen aan een battle, is het voor Fleur de normaalste zaak van de wereld. En dat ze vaak de jongste is, dat ziet ze als een groot voordeel. Eigenlijk vind ik het juist leuk om tegen volwassenen te dansen, want een beetje uitdagen en ik heb toch niks te verliezen. Want dan is het heel grappig als je dan zo tegen volwassenen bent en die worden dan helemaal boos. En als ik verlies, ja, maakt niet uit. Ik zag al net zijn onderbroek naar de badkamer. Yo, yo, what's up? You ready? Met jou? Ja, met jou. Man, I'm ready. Ben je klaar voor vandaag? Ja. Welcome to my home. It's the ghetto here. Are you ready for the battle? Are you ready? Are for you this ready? One? Are you ready? Are you ready? Yo, let's go. Straight to the podcast, take to the coopers. It's your sister Fleur and Boris Becker, and we're gonna meet him. Ready for the battle? Fusion Concept is het internationale hip-hop festival van de wereld. Alleen de beste hip-hop dansers mogen hier in de freestyle battles strijden om de nummer 1 positie. Thank you. Die mensen die kenden me van Instagram. Mm-hmm. Ja, ik vind het wel super leuk als iedereen komt zo. Hey, yo. Het is wel cool. Allereerst zullen Boris en Fleur in een voorselectie, net als alle andere deelnemende duo's, 60 seconden onstage freestylen. En alles is veroorloofd, als ze maar de jury weten te overtuigen. Want slechts enkele duo's worden geselecteerd om in de volgende ronde te gaan battelen. De jury let vooral op muzikaliteit, of je connectie hebt met je partner, je techniek, je feeling, je crew. Ja, die ene minuut moet je dus knallen en alles geven wat je hebt. Moet het gaan gebeuren. Maar zijn ze wel echt door? Yes! We zijn door. We zijn door. Ik heb zin om te gaan battelen. Ronde 1 is binnen. Fleur en Boris zijn geselecteerd en mogen dus gaan battelen. The game is on. Maar dan zijn ze zelf bijna aan de beurt. Let's go.
Boris lijken iedereen in te pakken. Maar is het genoeg om hun tegenstanders te verslaan? Yes! Gelukt! Dat ging goed, maar de muziek... Ja, de muziek was al een beetje apart. Ik voel me niet goed met deze muziek. Maar de volgende ronde, we gaan ons nu even voorbereiden. Want we moeten dadelijk snel weer dansen. Maar gewoon maar één battle en daarna kunnen we door naar de volgende. Tot morgen. Oké, nu komt het erop aan. Fleur en Boris moeten de volgende battle ook winnen. Want alleen dan plaatsen ze zich voor de grote finale. De tegenstanders gaan er dus vol in. Fleur en Boris zullen nu alles op alles moeten zetten om deze battle te winnen. De laatste seconden tikken weg. Fleur gooit nog één keer alles in de strijd. Fleur en Boris hebben echt alles gegeven, maar is het genoeg? Gaan zij of hun tegenstanders door naar de finale? Jury-sport. Het is niet zoals voetbal, dat als je een bal in de goal scoort, dat je een punt hebt. Het is echt gewoon iets van smaak. Maar ja, maakt niet uit. Volgende keer beter. Hierdoor word ik alleen maar sterker van. En kan ik veel meer leren. Na de tegenslag van gisteren wordt Fleur straks alweer verwacht voor een ander groots event. Waar ze ook een optreden zal gaan geven. Maar voordat het zover is, duikt Fleur eerst nog even haar lievelingsstad in. Parijs. Een crêpe, s'il vous plaît. Merci. Als ik muziek hoor, moet ik gewoon dansen. Dus ik kan niet anders. En ik hou ook van alle muziek. En voor mij is het dus geen probleem welke stijl of wat voor muziek het is. Ik hou gewoon van muziek. Oké, genoeg gezaaid ziet. De plicht roept, want Fleur wordt verwacht bij het volgende event. Oftewel, Europa's grootste straatvoetbaltoernooi, waar groot talent samenkomt. En niet alleen voetbaltalent. Het is dé place to be voor artiesten en influencers. En Fleur is gevraagd om te dansen tijdens de halftime show. We mogen zo optreden. Er is veel publiek en ook heel veel merken, grote merken komen kijken en zo. Dus ja, we moeten ons best doen. En met dit optreden sluit Fleur deze trip in Parijs af. Ik zou wel nog graag door willen dansen. Dat is soms wel een beetje stom, want natuurlijk zou ik langer willen blijven, want ik hier allemaal mensen kennen. Dus ik vind het wel jammer dat ik terug naar Nederland moet. Maar er zijn nog heel veel projecten die aan gaan komen, dus moet me daar ready voor gaan maken. Door naar het volgende. Ja, inderdaad, door naar het volgende. Want Fleur is altijd on the move.
Volgende week gaat Fleur naar Istanbul om een videoclip op te nemen. Maar ik vind het wel een beetje spannend waar ik terecht ga komen, want ik word zomaar uitgenodigd en ga daar nu naartoe. Dus ik, soms kan ik me storen aan kleine dingetjes waardoor het echt gewoon opnieuw moet. Nou.